Hey, hallo, met Mohamed. Yo, bro! De Xbox One drop testen, Mattie! Like deze video binnen 3 seconden als jij de storm in Fortnite haat en altijd er dood aan gaat, family. 5000 likes op deze video, family. Ik weet dat we het kunnen. Stel me niet teleur. En we hebben nog maar 20 dagen om de missie te voltooien, family. Dat is namelijk voordat 2020 gaat beginnen, in deze maand december, de 230.000 abonnees halen. Ik weet dat we het kunnen. Dus ben je nog geen lid van de King Almighty Family? Klik met je vinger op het abonneerknopje en word helemaal gratis lid van de King Almighty Family. Boys. Family, ik weet niet of het klopt, maar er is dus blijkbaar een nieuwe skin uitgekomen voor Fortnite die bijna niemand kan krijgen. Niet in de itemshop, maar het is een Xbox exclusive. En ik heb een gelekte afbeelding van die skin gezien en die is zo super dik en ik moet hem hebben. Ik weet niet hoe we hem gaan krijgen, maar ik ga er vandaag in deze video voor zorgen dat ik die skin ga krijgen. Het maakt niet uit hoeveel ik moet betalen, wij gaan die skin krijgen en die skin heette iets van Fortnite en dan Spider Knight. Maar niet de normale versie, want Deze is zo dik, man. Ik bedoel, kijk naar die skin. Ik moet deze skin hebben. Maar het is een Xbox exclusive. Deze skin is zo dik. En als je deze skin krijgt, dan krijg je deze skin. En dan krijg je hem ook nog in de variant die zwart is en dan met groen. Die normale zwart met rood, maar deze zwart met groen. En waar kan je exclusieve Fortnite skins krijgen die ze niet in Nederland verkopen? Er is geen betere plek als Marktplaats. Marktplaats, de plek waar natuurlijk alle scammers actief op zijn, waarbij ik zelf ook ben gescamd en zelfs op tv ben gekomen dat ik ben gescamd. In feite kopen ze dan voor een klein bedrag de inloggegevens van dat account. Nadat het geld is overgemaakt, proberen ze toegang te krijgen tot het spel, maar helaas, toegang geweigerd. Verkeerd wachtwoord. Ja. Maar ik heb nog steeds stiekem het vertrouwen in dat er vertrouwbare marktplaats advertenties zitten die mij kunnen helpen, family. En ik heb een account genaamd Applepeer, ja. Ik weet niet of het geloofwaardig is als we de adverteerder gaan connecten, maar hey, wat doe ik nou? Fortnite Spider Knight. Dit is echt de meest random video. Ik zit in een Discord call met Matties. En één zegt, bro, hebben die nieuwe skin gezien die uit is? Ik zeg, oh, in de uitspraak. Hij zegt, nee, Xbox exclusive. Ik zie die skin, ik werd gelijk verliefd. Ik ben gelijk die Discord call geliefd. Video gestart, opnemen, recorden. En we gaan beginnen. 17,50. Nee, dat is veel te goedkoop. Maar Mattie zei dat, nee, is dat de 100 euro kosten? Want die krijgt 2000 V-bucks erbij. Dit is allemaal te goedkoop. Dan weet je gelijk dat scammers zijn, family. Moet je sowieso niet doen. Deze is 297 keer gezien. 55 euro. Zijn telefoonnummer is gecontroleerd. Zijn bankrekening is gecontroleerd. Zijn ID is Kijk. Zijn ID is gecontroleerd. Dus dan moet je 100% zeker dat het echt is, family. 100%. Als de ID gecontroleerd is, dat betekent ze gewoon, weet toch? Betalen met ID. Conditie. Oh, die is zo dik. Die stoel? Wacht even, bro. Ik ken hem. Ik ken Tisu. Ik ken hem, bro. Ik ken hem van vroeger. Ik heb ooit een keer met hem samen gelivestreamd. Ja, zie je? Pop-up Cup Squad met Tisu en Pro's. Tisu, ja. Bro, is hij dit legit? Is hij dit? Bro, ik heb voor mij zijn nummer nog, maar ik heb een nieuw nummer, dus hij heeft waarschijnlijk mij niet. Wat is dit? Hey, hoi. Ik verkoop Spider Knight bundle plus Minty Pickaxe codes. Je kan me PM'en. Heb op dit moment 50 codes over. Als er vragen zijn, kan je me gerust een bericht sturen met vriendelijke groet. Contact Discord, Instagram, Epic naam Tisu. Telefoonnummer! We gaan hem bellen. We gaan Tisu. Lekker bellen. La la la. Hij laat ook gewoon letterlijk Tisu Mozi. Ik heb gewoon nog steeds zijn nummer, maar ik heb zelf een nieuw nummer, dus waarschijnlijk ziet hij een onbekend nummer. Ja, hallo, met Mohamed. Yo, bro! Tisu! Bro, herken je mij nog, bro? Met King Almighty, bro! You know who I'm saying? Serieus? Yo! Fuck yeah, man! Bro, we hebben vroeger samen gespeeld, man! Hoe bedoel je? Ik heb nog stream op mijn kanaal van ons online, staan alles, man! Lang geleden, man! Hoe gaat-ie, bro? Alles goed? Ja, met mij gaat het goed, man. Met jou? Gaat goed, man. Rustig, bro. Hoe kom je aan mijn nummer? Hoe heb je mij gebeld, bro? Bro, luister dan. Ja.
ik zat in een Discord call met Matties. Ja? En een van die Matties zegt tegen mij, bro, hebben jullie die nieuwe skin gezien? Die is uitgekomen voor Xbox Exclusive. Hij stuurt mij een foto van die skin. Ik werd gelijk verliefd. Ja. Like no one shiny. Oh my god. No. Dus ik, kijk. Waar kan je natuurlijk het best skins krijgen op Marktplaats? Hé, toch? Kijk, ik ben vaak gescamd, you know. Maar toen zag ik een advertentie. Ik zag het licht, hé, toch? Ik zag het licht tussen alle fake advertenties. Ik zie ID gecontroleerd, bankrekening gecontroleerd, telefoonnummer gecontroleerd. Ik zie die afbeelding, ik zie die skin. Ik denk, oké. Opeens zit je kies toe. Deze man ken ik. Dat je mij gewoon connect via Marktplaats. Ik zeg, deze man ken ik. Ik heb daar de Marktplaats post inderdaad, man. Bro. Ja. Luister, bro. Ik zie dat je Discord hebt. Oké? Ik ga niet te veel vragen via telefoon. Kom online op Discord. Ik voeg je toe, we gaan callen. Is goed, maat. Is goed, bro? Tot zo. Dit is zo toevallig. Dit is gewoon het lot. Dit moest gewoon gebeuren. Tistu, bro! Jouw stem! Ik heb jouw stem, bro! Dit is zo toevallig! Dit is het lot! Oké? Ik zag de skin, ik werd verliefd, ik zie Tistu en denk, je bent klaar! Bro. Ja, hoe kun je, man? Bro, ik verkoop hem voor 55 euro, man. Hij staat daar op Marktplaats. Bro, kijk. Ik heb ook andere beelden, zoals je weet dat die Minty's zijn. Ik zie, je hebt Minty Pickaxe. Ik zie je hebt die skin. En je hebt wonders. Bro, we gaan nu naar je Instagram kijken, bro. Hoe bedoel je? Misschien koop ik gelijk wat extra's, you know. Oh, bro, je hoeft niet eens te kopen, maat. Wat jij wilt. Nee, we doen niet aan gratis. Luister. Jij krijgt van mij bundel gratis. Welke wil je? Die Xbox? Maat, die Xbox? Ik ben daar verliefd op. Ja? Je verkoopt Wonder, Hunter, Spider Knight. Bro, kom online op Fortnite. Is goed, bro. Wacht, laat me even mijn Epic Games aandoen dan. Ik heb het nog steeds op Fortnite. Is mijn Epic Games even aan, wacht. Ik heb je zelfs nog steeds in mijn vriendenlijst, ben ik 100% zeker. Ja, je valt weg. Wat is gebeurd? Ja, nu hoor ik je weer. Ik heb het nog steeds in mijn vriendenlijst, ben ik 100% zeker, maat. Maar Tistu, luister, bro. Je bent toch geen scammer, hè? Like, no, shank. Je bent toch geen scammer, hè? Ik sowieso niet, man. Hey, luister dan. Oké. Tistu, join die lobby, man. Tistu. Come on. Oh my god. Hoe heet je ook weer? Ik ga nu inviten. Ik heb hem nog steeds in mijn lijst, bro. Hoe bedoel je? Hier, kwijt. Ik heet kwijt. Ja, ik zie je, bro. Come on. Ja, bro. Diemsen. Fuck, man. Oké. Is Tissu, gooi die skin, man! Come on! Oh shit, nog niet doen! Ik heb op Windows geklikt, wacht, ik heb op Windows knop geklikt. Wacht. Nee, dat bedoel je ook. Oké! Bro. Hij is nice, hè? Bro, ik moet die ook hebben, man. Like, you know, ik moet die... Oh! Shit! Zwart met groen, bro. Gewoon, je weet toch? Je hebt deze. Voor als je van de Super Cash Cup speelt, niemand ziet jou. Je weet toch? Bro. Nee, ik ga iets zeggen. Ja. Ik ga iets zeggen, bro. En je moet beloven dat je ja gaat zeggen. Zeg maar. Nee, je zegt eerst ja. Tuurlijk. Ja. Oké, je hebt ja gezegd. Luister, bro. Ja. Ik wil die skin, maar King Almighty neemt niks gratis aan. Oké. Nee, bro. Nee, je hebt al ja gezegd. Dus je stuurt me gewoon 55 euro tikkie. You know, je weet hoe we zijn, bro. Je weet hoe we dat doen. Je stuurt me gewoon een tikkie via WhatsApp. Ik betaal je gewoon. Je geeft mij die code, oké? En dan gaan we kijken hoe King Almighty die skin krijgt. Like, you know. You know. Dit is zo opluchtend dat jij het bent. En niet, en geen Wesley. Of geen Duitser. Of toch? Je weet wat we hebben meegemaakt met Wesley, hè, family? Die hopen met Wesley, we weten het allemaal van hem, jij bent die man plastic hebben. Ja, maar dit keer is het Tistu, man, god damn. Dus dit keer gaat het makkelijk, man. Bro, ik ga hem gewoon gratis geven eigenlijk, man. Nee, 55 euro Tistu, ik wacht. Alsjeblieft, man. Oké. Alsjeblieft, broski. Oké. Maar vette skin, man. Maat, die skin, ik moet hem hebben. Ik heb gisteren ook een skin gekocht, kijk. Ik heb gisteren deze skin gekocht. Deze die ik nu aan heb, maat.
Ik heb alleen maar skins. Waarom kan ik niet op escape krikken, man? Ja, juist. Ik heb alleen maar skins, man. Ik heb alleen mee. Ja, maar dit is echt een exclusief speciaal skin. Ja, maar deze kan niet in de iShop komen. Dat is het. Niemand heeft die. Bro, niemand heeft deze skin. Als jij wordt gespoest door deze skin, bro, diegene gaat gewoon. Bang. Diegene gaat bang worden. Hij gaat zeggen, bro, wat voor skin. Hij gaat zeg maar. Jij pusht hem, jij gooit een dice op hem. Hij gaat zo kijken. Hij gaat eerst denken, bro. Wat? Hij heeft geen spin, hij gaat zeggen, bro. Wat de heck, wat voor skin is dat? En tot hij dat heeft beseft, is hij al lang al terug naar Lobrand, weet je toch? Is hij al lang al dood. Is hij al lang al kwijt, hè? Bro, ik hem. Kijk, ik heb hem betaald, bro. Ja. Kan betekenen. Stuur me die code, man. Oh, waar moet ik die code invoeren? Gewoon van Epic Games Redeem Code. Ik zie het. Ik ga je laten zien hoe het moet. Dat is simpel, jongen. Ik stuur je een link en daar moet je gewoon redeemen. Oké. Je hebt een Xbox-account, toch? Je moet een Xbox-account ervoor hebben. Ik heb een Xbox-account toevallig. Ik heb mijn Xbox One wel de raam gegooid, maar ik heb nog steeds een Xbox-account. De Xbox One drop testen, Mattie. Oké, ik ben gelokt. Wat moet ik? Dan rechtsboven staat jouw naam, toch? Ja. Xbox. Ja. Druk daarop. Ja, op mijn naam. Dan zie je daar drie puntjes daaronder staan. Weet je, die scroll. Ja. Druk daarop en dan zie je code omwisselen. Ja. Klik daarop. Oké, het is toe. Oké. Ja, wacht. Oké. Dan, als je kom je uit op Outlook of zo. Kom je uit op die, je weet toch? Ik zie hem. Moet ik hier inloggen? Moet ik hier invoeren? V van wat? Van vis? Vis, ja. Ik zweer het je, vis. Oké. En wat staat er? Bevestigen. Ja, druk erop. En? Wat krijg je? Je kunt aan de slag. Staat klaar voor je. Ja, dan heb je hem. Alleen, je moet alleen nog inloggen via Xbox. Ik heb mijn Xbox uit het raam gegooid. Maakt uit. Dan heb ik een Xbox voor jou. Dan redeem ik hem voor jou. Oh, dan moet jij inloggen op mijn Xbox account. Ja, alleen op die Xbox account. Dus ik hoef jouw Epic Games account niet, ik hoef niks van jou. Oké, tuurlijk. Oké. Ik vertrouw je, bro. Ja, natuurlijk. Ik vertrouw je. Je kan me gewoon live scannen, maar ik vertrouw je, maat. Oké, ik zie je gegevens. Tini. Bedankt hype voor die skin, hè? Ja, man. En trouwens, als je die bundel, bro, weet je wat er bij die bundel komt? Wat komt er bij de bundel? 2k V-Bucks, bro. Ik krijg ook nog 2000 V-Bucks. Ja, V-Bucks. Oh, shit. Bundel. Ho. Die stels plus 2k V-Bucks. Oké. Oké, bro. Dus ik krijg ook nog de heilige skin en dan ook nog 2000 V-Bucks. En dan nog 2000 V-Bucks kun je gebruiken op wat jij wilt. Gewoon in de shop. Bro, waar heb ik die dan te danken? Waar heb ik die dan te danken? Ik noem me vanaf nu de Fortnite dealer. De skin dealer. Oké, als ik iets nodig heb, als er een exclusieve skin uitkomt, kom ik naar jou, bro. Nou, jij. Dus we gaan er een nieuwe skin zien en we gaan die Fortnite tellen omhoog zien gaan. Kijk zo. Of je hem hebt, broski. Ik heb de V-Bucks! Ja? Ik zie een uitroepteken bij mijn lokken staan. Oh, echt. Hoeveel V-Bucks heb je dan? Oké! Noah! Shine! Oké! En ik heb ook nog 2000 V-Bucks, bro! Join! In feite, Brusky. Bro, dit is zo dik! Ik word gewoon emotioneel, man! Oké! Ik moet challenge doen om deze te unlocken. Oké, bro. En wacht, ik ben nog niet klaar. Je hebt ook een Ook de backbling. Bro. Ja. Skin, backbling. Enigs wat nog erbij hoort. Minty pickaxe, bro. Bro, die heb ik ook. Die heb ik helaas niet van jou, maar zelfs die verkoop je ook. Als ik dat had geweten. Ik koop me als goed een van de goedkoopste in heel Nederland. Bro, Bro, omdat ik die V-Bucks bij heb gekregen, wil ik eigenlijk deze. Nee. Ik ga wachten, anders ga ik weer al mijn V-Bucks uitgeven. Ik heb nu 3,54 V-Bucks. Ik heb een nieuwe skin. Bro, ik wil jou bedanken. Vind je het echt als het op YouTube komt?
Nee, natuurlijk niet, bro. Oké, want dit komt namelijk op YouTube. Ik ben nu een video aan het opnemen. Ik zet jouw video, sorry, jouw Instagram, zet ik in de beschrijving. Family. Family, jullie hebben het gezien. Het is 100% legit. Allemaal naar zijn Instagram gaan in de beschrijving. Koop die skin, want die moet je hebben, vriend. Koop je Minty Pickaxe, koop die Hannes skin, koop die Borderlands skin. I love you, mate. I love you. I love you too, bro. Heb je iets anders nodig? Bro, als ik V-Bucks nodig heb, ik kom naar jouw Instagram. Als ik skin nodig heb, ik kom naar jouw Instagram. Als een nieuwe skin uit is, ik kom naar jouw Instagram. Family, dan moeten jullie ook doen. Ik wil dat jullie allemaal naar zijn Instagram gaan in de beschrijving. Ga naar zijn DM en spam het helemaal vol met hartjes. En King Almighty Family Love. En koop iets. Bro, luister, bro. Heel erg bedankt, bro. Weet je wel wat dit allemaal voor mij doet, man? Alleen maar love, bro. Ik hou van jou. Ik ga jou spreken. Dankjewel, man. Heel erg bedankt. Het is altijd al matties geweest. Maar heel erg bedankt, bro. Oké. Okay. Connect. Hi. En dus binnenkort gaan we zo'n video opnemen of spelen. Als jij wilt spelen, bro, PM mij, bro. Jij bent nu ook. Je hebt mij, dus bel mij als je weet toch? Oké? Peace.